Het bijzondere aan de iris is de grote verscheidenheid in vorm en kleur. En vooral ook omdat deze bloem echt een performer is, die van niets tot een hele grote spectaculaire bloem ontwikkelt. Ik ga een boeket maken met irissen. En om die boeket stabiliteit te geven en extra volume ga ik een plastic buisje gebruiken, wat ik binnen in het boeket ga verwerken. De allereerste stap is om dubbelzijdige tape aan dat buisje aan te brengen. Meet dat even af voor de goede lengte. Je hebt twee lengtes nodig. Voor boven aan het buisje en beneden. En dit doe ik om het buisje eerst te beplakken met blad. Dit is een product wat je overal kan vinden in iedere bouwmarkt. Dan breng de bladeren aan op de cilinder, op het buisje. Vaak zijn twee of drie bladeren al voldoende. Ik gebruik hier black tie, omdat het een goed contrast geeft met de blauwe irissen die ik later hier bovenop ga aanbrengen. En knip het blad gelijk met de onderkant van het buisje. Dit is de eerste stap. De volgende stap is om de bloemen rond het buisje te verdelen, gebruik je elastiekjes. Gebruik er een paar bij elkaar, vooral als de elastiekjes wat dunner zijn, voor extra stevigheid. Werk steeds van beneden naar boven. En breng elastiekjes aan op minstens twee plaatsen. De volgende stap is om de bloemen, de irissen, te verdelen rond deze cilinder. Zet de cilinder recht omhoog en verdeel de bloemen. En zoek een goede plaats. Het is het mooiste als die irissen vrij staan in de ruimte. Het is een bloem die vrij los is en ruimte nodig heeft om open te gaan, om zich te ontplooien. De volgende bloemen die ik ga gebruiken zijn dus clematis. Dit om het boeket wat losser te maken aan de om de irissen een compliment te geven. De elastiekjes zijn slechts tijdelijk voor de constructie, om het makkelijker te kunnen werken. Nu ga ik het geheel afbinden met touw. Ik gebruik een touw met veel contrast, fris van kleur. En ik ga hier een flinke, dikke band van maken. Trek het touw stevig aan, zodat de bloemen niet meer kunnen bewegen en de bloemen op zijn plaats blijven. Als je een paar keer rond bent geweest, kan je het boeket gewoon oppakken. Het geeft een stoer karakter aan deze boeket. En leg een flinke knoop. Knip de elastiekjes weg. En plaats het boeket in een glazen cilinder. En vul deze cilinder met ongeveer 5 centimeter. Geef irissen niet te veel water. En plaats ze ook vooral op een lichte standplaats. Dan blijven de stelen mooi stevig. En gaan de bloemen langzamer open. En persoonlijk vind ik een compositie alleen met irissen het mooiste. Niet te veel vermengen met andere bloemen.